Hallo dames en heren, welkom terug bij deze nieuwe video van Cuphead. Ik had gezien dat de vorige aflevering, oftewel aflevering 1, heel goed was bevallen. Dus we gaan gewoon weer lekker verder met Cuphead. We gaan lekker onze save game opstarten. En ik heb er hartstikke veel zin in vandaag. En waarom? Omdat ik, ja, de vorige aflevering was gewoon heel goed bevallen. Dus daarom denk ik van ja, ik heb er gewoon even heel erg veel zin in. Eens kijken, wat is het volgende level? We hebben in ieder geval de vorige aflevering dit level verslagen. Dat was de Rust of Anus. Dat was natuurlijk die blauwe bal of zo. Dat was die baas. En vandaag gaan we Botanic Panic doen. We gaan het lekker in regular proberen. Doe alvast eventjes een blauw duimpje omhoog trouwens op deze video. Gaan we lekker regular proberen. Ook al is dat hartstikke moeilijk. En als het echt niet lukt, dan gaan we gewoon er simpel overschakelen. Oh, het is weer even inkomen. Oh, parry die shit. Want daar krijg je natuurlijk extra punten voor. Oké. Ik ga ze niet allemaal parryen. Want dat kan ik niet. Oei. Die wou ik eigenlijk wel parryen. Dat is best zonde. Ik dat niet had gedaan. Oei. Oei, dit is moeilijk. Die aardappel, die moet niet heel moeilijk zijn om te verslaan. Ja, zie. Kijk maar. Daar hebben we hem al. Let's go. En nu als het goed is, komt de ui. Ja, en die gaat lekker janken. Ik heb natuurlijk al dit spel wat meer gespeeld. Want ik speel de laatste tijd best wel veel op stream. Ik weet van sommige bazen eigenlijk al hoe ze helemaal in zijn werking gaan. Zoals deze baas dus. Want ik zit in mijn eigen wereld, waarmee ik ook op stream speel. Zit ik al op 40% van de game. Dus dat gaat lekker. Volg je me trouwens nog niet op Twitch, moet je het zeker even doen. Twitch.tv/cheesetoastedlife. Dat is het zeker waard. Deze worteltjes vind ik heel naar. Oh shit. Ik vind dit heel moeilijk, deze stage. Het zou toch cool zijn als we het al gelijk in de eerste poging halen. Oké, ik heb maar nog geen leven verloren. Dus dat gaat nog best wel prima af. Boom. Oh shit, dat had ik eigenlijk niet moeten doen. Boom, boom, boom. Deze moeten we halen, jongens. We kunnen het best doen. Oké, laat maar zitten. Oh shit, concentratie is hoog. Want we zitten nu zo dicht bij de winst. Al in de eerste keer. Oh nee, dit is heel jammer. We hadden hem gewoon bijna in één keer. Dat zou toch wel mooi zijn geweest. Maar we zijn al behoorlijk ver dus. En door veel wordt het ook gezien als een van de makkelijkste bazen van de game. Botanic Panic. Ben ik het op zich wel mee eens. Maar dan hebben we eigenlijk al de op één na makkelijkste gehad. Oh shit. Daar verloor ik gewoon bijna een leven, terwijl dat helemaal niet nodig had hoeven zijn. Nou, top. We hebben de aardappel verslagen. Nu komt het uitje. Lekker. En ik heb een kriebel aan mijn neus. Altijd tijdens het spel heb ik een kriebel aan mijn neus. Ik weet niet waarom. Deze moet wel makkelijk zijn. Als we deze niet halen, dan weet ik het ook niet meer. Deze is echt heel makkelijk. Eigenlijk wil ik zo'n traantje pakken, maar dat gaat nu al niet meer. Top. En we zijn nog gelijk weer bij de wortel. Boom. Oh, die wortels kan je beter zo met een short range wapen doen. Oh, dan had ik het echt bijna niet gehaald. Come on, let's go, let's go, let's go. Dit is echt heel goed commentaar trouwens. Even kijken. Worteltje, worteltje aan de wand. Ga alsjeblieft dood. Oh god, oké, we hebben hem. Top, top, top. We hebben hem bijna. Het worteltje moet nu wel doodgaan. Come on. Boom. Ik heb het gevoel alsof die... Oh. Hey, we hebben hem. Hey. Tweede try. Hey, dat is even mooi meegenomen. Nou, dan hoeven we daar niet meer lang aan te besteden. Even kijken, wat is onze tijd? Onze tijd. Dat is 1 minuut 28 HP bonus. We hebben alle drie de parries. En we hebben eigenlijk alles maximum. Oftewel, dan krijgen we een A+. We hebben een perfect score. En dat in de tweede try. Jongens, ik ben er blij mee. Doe even een duimpje omhoog. Hey, dat is leuk. Hoppa, hier mogen we zeker blij mee zijn. Hier komt dan een bruggetje. En we krijgen een soul contract. We mogen ons ziel weer verkopen. Eerst dat mannetje. Hier gaan we even mee praten. Iets over geld. Ik heb geen flauw idee. Krijgen we even iets van hem? Nee. Volgende baas in ieder geval met de kikker. Ik kan me herinneren dat ik die behoorlijk moeilijk vond. En dat ik daar zeker best wel eventjes een tijdje over heb gedaan. Maar volgens mij zat hier verderop ook nog iets wat we konden doen. Nee? Oh jawel, hier konden we beneden iets doen. Ja, dit was best wel makkelijk. Een mausoleum. Daar moesten we gewoon onze parries oefenen. En daar kregen we dan volgens mij een soul contract voor. Voor zover ik weet. Kijk maar. Bam, het is gewoon parry oefenen. Omdat je eigenlijk pas op dit deel wordt geïntroduceerd met parryen. Maar omdat ik natuurlijk dit level al ken, weet ik natuurlijk al hoe dat moet. Want toen ik dit de eerste keer speelde, toen wist ik nog helemaal niet hoe parryen moest en zo. Dus toen heb ik een heleboel muntjes eigenlijk overgeslagen in het eerste level, wat eigenlijk helemaal niet hoefde. Maar natuurlijk omdat je hier pas wordt ingeleid daarmee, had ik eigenlijk geen andere keus. Maar nu weet ik dat wel, omdat ik nu de game al wat langer speel. Boom. Ik vind het best wel een leuke game. Ook al loop ik in mijn eigen safe game nou wel vast bij een bepaalde. Dat was volgens mij een bepaalde vogelbaas of zo. En dan had ik heel erg last bij de drakenbaas. Ik weet allemaal niet hoe die namen zijn. Met een volley. Lekker! Nee. Ik lijk echt als een woordentypes.
beetje frustratie. Hé jongens, ik ga uiteindelijk door ramen. Zo. Zo, dus apek. Jezus. Dit is trouwens echt easy. Ik kan me niet voorstellen dat je dit niet in één keer haalt. Lekker spookies. Alhoewel, dit ding kan wel in één keer doodgaan. En nu komt er als het goed is een mevrouwtje. Kom maar mevrouwtje. Kom maar, hallo mevrouwtje. Gosh, I don't know how to you think. Volgens mij krijgen we een power aanval van haar. Yep, en het klopt. Die moeten we dan even selecteren. En dan hebben we een power aanval. En dat is best wel chill. Precies, super. De eerste super aanval vind ik toch wel wat fijner dan de tweede. Want die heb ik namelijk in mijn eigen wereld ook al. Voor de rest kunnen we niks selecteren. Dus we gaan lekker door. Ik stel voor dat we de kikkerbaas gaan doen. Of we konden hier naar boven. Maar ik weet niet zeker of we hier boven ook wat konden doen. Volgens mij wel. Oh nee, wacht. Ja, we moesten hier eventjes... Ja, ik weet wel hoe dit werkt, maar volgens mij moet je dit verplicht doen. Ba, 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 ba. En dan komt er hier als het goed is een bruggetje, omdat we de tutorial hebben doorstaan. Ja, en dan kan je deze ook doen. En dan hebben we onze eerste vliegtuigbaas met de Zeppelin. Volgens mij was deze ook best lastig, maar volgens mij is die wel beter te doen dan de kikkerbaas. Dus dan ga ik deze gewoon even eerder proberen. Als je dichter bij de baas staat, dat je dan meer damage doet. Volgens mij is dat zo. Ga maar lekker spugen. Lekker hahaha. Lekker lachen. Oh shit, die kon ik natuurlijk parryen. Ik wil hem wel eventjes met al mijn drie mijn levens nog halen. Tenminste, met zoveel mogelijk levens. Want het is helemaal niet nodig dat ik op het begindeel eigenlijk al levens verlies. En volgens mij wordt nu een schaap. Een soort schaap. Ja, een soort schaapstier. Volgens mij heeft dit level iets te maken met sterrenbeelden of zo. Oh shit, ik ben er echt helemaal uit de game. Ik moet er even aan wennen. Ah ja, dat klopt ja. Come on, we kunnen dit. Ik ga proberen zo dicht bij mogelijk te blijven. Want dat doet het meeste damage. Maar dan moet ik wel natuurlijk die hahaha dodgen. En die had ik even makkelijk kunnen parryen. En we kunnen natuurlijk ook shrinken. Even klein worden. Voor de mensen die geen goed Engels kunnen. Daardoor zijn we wat elastischer, kan ik dat zeggen? Nee, behendiger. Dat bedoelde ik. Ik wil weer even een parry, want dan kan ik me super sneller laden. Boom, thanks for the parry. Yo, ik heb me super ready. Zo, en de volgende, daar hebben ze keuze uit twee bosses. Want we hebben de eerste stage nu doorstaan. De volgende stage is of twee poppetjes die met elkaar dansen. Of een andere, maar die weet ik niet meer. Maar de poppetjes met elkaar dansen, die is volgens mij makkelijker te doen. Voor zover ik het nog weet. Ja, daar gaan ze. Oké, ik hoop dat het poppetjes zijn. Nee, dat zijn het niet. Aan het sterrenbeeld te zien. Ja, deze vind ik best lastig. Ja, kijk maar dat. Dat is een beetje het nare. Ik weet wel wat de super is van het vliegtuigje. De super van het vliegtuigje is dat je zelf in een bom verandert. En dan kan je lekker bommetjes afvuren. Hé, hey, schapie, komt u eens even hier. Dat vinden we heel gezellig. Vinden jullie serie trouwens nog steeds leuk? Moeten jullie zeker achterlaten in reacties. Want dan weet ik of ik nog moet verder gaan met deze serie. Ja, ik vind deze serie hartstikke leuk om te doen. Als jullie het niet leuk vinden om naar te kijken, dan kap ik hem gewoon af, weet je. Zo ben ik dan ook wel weer. Behendige boy. Ik vind de muziekjes van deze game... Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar ik vind het echt leuke muziekjes. Maar ik raak er altijd wel een beetje zenuwachtig van. Boom. Even shrinken. We zetten die shrink in. En we gaan weer verder. Ja, boy. Ik weet niet wat nou het verschil is tussen die blauwe en die groene. Volgens mij... Oh, we hebben de dans op de poppetjes. Chill. De groene die schiet er volgens mij drie. Of heb ik dat niet goed gezien? Oké. Ah, shit. We gaan even onze super gebruiken. Boom. We hebben nog maar 1 HP, dus we moeten wel eventjes goed oppassen. Nu komt volgens mij de laatste stage. En dat is dat hij verandert in een maan. En nee, dat bedoel ik niet de zangeres. Cringe trouwens. Oh, shit. Daar ging hij wel bijna. Oh, hij heeft koppijn. Ja, krijg maar lekker hernia. Hij wil dood. Oh, shit. Dit is de lastigste stage van allemaal. Oké, ik heb mijn super ready. Ah, nee. Mijn super was verpest. Het is echt heel zonde dit. Ah, jammer. Maar we zijn al bij de laatste stage gekomen. Dus dat is een heel goed nieuws. Even kijken. We zijn nu pas 12 minuutjes bezig. En we hebben al gewoon 1 level gehaald. Maar ja, later in de game zal het wat minder snel gaan allemaal. Oké, hij gaat lekker opblazen. We zijn best wel vroeg nu. Schaapje, die is altijd hetzelfde. Boom, even parryen die shit. Want krijgen we onze super sneller. Oh shit, dat had echt niet hoeven gebeuren. Dat was echt onnodig dat we dat leven misten. Ja, kom maar naar voren. Boom, en we hebben onze super ready. Ik ga mijn super nog niet gebruiken. Ik wacht eventjes tot de volgende stage. Want die vind ik zelf wel lastig. Want bij de volgende stage, daar kan ik het beste gewoon mijn super gebruiken. Want des te eerder we daar onze super gebruiken, des te sneller we van die stage af zijn. Want die stage is juist al een van de lastigste. Oké, we hebben hopelijk... Ja, we hebben de dansende mevrouwtjes. Fast as f***. Oké, we moeten er eentje overleven. We hebben wel best veel damage gedaan. Dus ik denk dat we deze stage al bijna hebben. Oké, of toch niet? Oké, ja, we hoefden er maar eentje te overleven. Chill! Oké, die had ik eigenlijk moeten parryen voor mijn super. Zo, hij heeft weer hoofdpijn. En ik heb mijn super ready precies op tijd. Want ik kan niet gelijk gaan gebruiken. Oké, snel, boom. Oh, precies. Goed. Oké, nu komen die UFO's. Dat vind ik echt heel...
moeilijk. Ja, die UFO. Die zijn zo onregelmatig. Die kan je niet voorspellen. Dat is een beetje het nare daarvan. Volle concentratie. We parryen deze shit. What up? Oké, top. We hebben de eerste stage doorstaan. Nou, tenminste, niet de eerste stage. We hebben de four stage. Boom. Oké, ik wil eigenlijk het liefst met al mijn levens nog naar de laatste stage gaan. Wat waarschijnlijk een kleine kans heeft. Maar ik vind dat het niet nodig is om in deze stage al levens te verliezen. Want deze stage is niet zo heel moeilijk. En gelukkig hebben we ook geen levens verloren daarom. Oh, dat had ik echt maar net aan. Ik hoop dat we de dansende mevrouwtjes krijgen. Maar het zal waarschijnlijk niet, want we hebben er nu zo vaak achter elkaar gehad. Oké, daar gaat ze weer. Hoppa. We hebben de dansende mevrouwtjes. We hebben echt geluk mee, jongens. Oké, let's go. Boom. Ja, lekker, lekker zingen, mevrouwtjes. Lekker zingen, engeltjes. Oh, dat moet het sterrenbeeld tweeling voorstellen. Ik vind het wel leuk gedaan dat ze dat met tweelingen en dat sterrenbeelden hebben gedaan. Oh, dat is heel zonde. Dan hadden we net de stier. Ook al vond ik het meer een schaap. En dan is er net de tweeling. Oké, we hebben nog twee levens. Let's go. Ja, lekkere rare geluidjes maken. Ik heb me super... Ja, let's go. Oh, nee, die UFO's. Zijn echt heel naar. Zijn echt heel naar. Boom. Even een raketje erop af. Oh, dat is echt... Oh, yes. We hebben hem. Top. Nou, en we schieten nog even twee raketjes voor de lol. Ik deed er minder lang over dan ik dacht. Ik dacht echt dat ik hier best wel lang over zou doen. Omdat de eerste keer dat ik dit level moest gaan halen... dat ik best wel lang erover zou doen. Je begrijpt wat ik bedoel. De eerste keer deed ik er best wel lang over. Maar we hebben een A-min, dus daar ben ik best tevreden over. We hebben ook gewoon de full parries kunnen krijgen. Volgens mij hebben we geen muntjes kunnen krijgen. Maar dat kan je volgens mij sowieso niet in dat soort levels. Alleen in run-and-gun levels. Dus we hebben maar één muntje. Maar... als het goed is, hebben we nu wel weer een nieuw run and gun level. Ja, tree top trouble. Maar die gaan we bewaren voor de volgende aflevering. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van Cuphead. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze nieuwe video. Doe daarom eventjes een duimpje omhoog op deze video. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Tot de volgende keer. Joep!